Dames en heren, jongens en meiden, een hele goede en vroege morgen. We hebben vandaag op programma een M5, en geen normale M5, een M5 competition uitgevoerd in dark frozen metallic grey. 20 inch lichtmetalen velgen, een carbon fiber dak en dus allemaal andere snufjes ten opzichte van de normale M5. We hebben zwarte spiegelkappen, we hebben een zwarte diffuser aan de achterkant, we hebben een zwarte grill, zwarte eindpijpjes voor de uitlaten en natuurlijk een zwart M5 competition logo aan de achterkant. Maar veel belangrijker, meer vermogen, minder gewicht, een sportiever onderstel en gewoon 625 pk, 750 Nm aan koppen. Ondanks dat dit toch nog voor zo'n grote auto 1840 kilo weegt, 0 naar 100, 3,3 seconden. Deur open natuurlijk. We hebben natuurlijk de mooie sneltoets op het stuur, M1 en M2. Nou, dan gaan we M2 en dat betekent deze auto, in dit geval Sport Plus, comfort en sport gestuurd. Ik leg de sleutels weg en dan gaan we een mooi stukje rijden, jongens. De auto staat op zomerbanden. Het is min 2,5 graad. Die V8, jongens, in deze auto. Dat klappert en het doet. En nou ja, dat geluid, dat heb je net gehoord. Dat is erg lekker. Maar toch wil ik nog heel even wat vertellen voordat we het gaan hebben over hoe dit rijdt. Vooraf wat aan deze video toen ik aan het inlezen was, las ik een stukje van een paar journalisten die zeiden van ja, eigenlijk vinden we hem te stijf. Waarom koop je dan geen normale M5? Je koopt toch een M5 Competition voor een sportiever en strakker onderstel. Daar wil je toch sportiever mee gerijden. Ja, en tuurlijk is het dan hard, maar dat is toch juist de bedoeling van zo'n auto. Dat het gewoon stijver en strakker op de weg ligt. Ja, nou sorry. Maar moet ik heel eerlijk zeggen dat ik er ook helemaal geen last van heb gehad. We hebben dit weekend voorafgaand deze auto meegehad naar Knokke en naar Antwerpen. Je rijdt gewoon makkelijk 120 op de cruise control. Nou, ik weet niet of sommigen van jullie wel eens in Antwerpen zijn geweest. De wegen en de straatjes daar zijn nou niet bepaald optimaal. Ik heb oprecht nergens last van gehad. Je zet de auto in efficiënt, je zet de auto in comfort, je zet hem nogmaals in comfort. Je hebt nergens last van. Je kan in één rechte lijn naar China als het zou moeten. Natuurlijk, je gaat van tankstation naar tankstation. Maar bij wijze van spreken, het rijdt zo makkelijk. Het rijdt zo makkelijk. Want nu. En je ziet het, geen seconde wielspin. Natuurlijk ook in deze auto. Naast de bekende achttrapsautomaat. Het nieuwe X-Drive. Veel vermogen naar de achterbanden. Maar waar die denkt dat hij het nodig heeft, naar de voorbanden. Om zo de volledige 625 pk en 750 Nm aan koppel kwijt te kunnen. En ja, je kan inderdaad de wielen loskoppelen. Oftewel loskoppelen. Achterwiel aangedreven deze auto. Dat is mogelijk. Maar op het moment dat je dat doet, gaat alles uit. En dat ken ik een beetje uit de Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio. Die zegt gewoon van nou, wil jij genieten van het uitlaatgeluid? Wil je genieten van de optimale sound van deze auto? Nou, dan zet hem gewoon alle systemen uit. Nou, dat hebben we hier gelukkig niet. Zoals je kan horen. Klinkt het geluid best wel heel erg lekker. En hebben we hier gewoon een mooie knop. Met deze auto kan je dus echt gewoon optimaal genieten van zowel de sound, het vermogen, zonder dat je echt denkt van ik moet echt oppassen. Ik moet oppassen wat ik doe, ik moet drie keer nadenken voordat ik mijn voet plat leg. En ondanks dat, echt jongens, rijplezier in meervoud. De weg waar we nu op rijden is misschien niet de
best geasfalteerde weg. Nou, je ziet het. Ik stuit er niet. Je hoort het niet. Het rijdt gewoon super. Ja, en dat maakt deze auto voor mij juist zo onwijs goed. Je kan hem dagelijks rustig rijden. Maar je kan ook gewoon direct uit je werk het circuit op. Inpak, strak inpak. Zo door naar het circuit. Helm op. En dat kan makkelijk. Ik durf te wedden. Je rijdt de meeste Lamborghinis rijden zo zoek. Want de wegligging van deze auto, jongens. Niet de kraamse schijven hier. Maar de sportremmen. Het werkt allemaal zo goed in de nieuwe M5. En de echte liefhebbers die zeggen van ja, weet je, we willen gewoon een M5 met achterwiel aangedreven. Maar geloof me, dit is echt speels genoeg. Je mist niks. Je mist geen beleving. En het werkt gewoon zo goed. De bak zoals je hoort, hij weet precies wat je zoekt op welk moment. Hij staat klaar op de juiste momenten. Van deze auto rijdt. Nou, het bochtenwerk van zo'n M5 Competition. Ondanks dat het dus koud is, de auto staat dus op zomerbanden. Oh, het gaat echt door bochten. En wat mij opviel met de nieuwe M850i, het achterwiel sturen, dat was in die auto super direct. En daar moest ik echt aan wennen. Deze heeft dat niet. En dat merk je meteen. Ondanks dat die M850i zo licht en direct stuurde, vind ik dit toch op de een of andere manier een stuk prettiger rijden. Je hebt veel meer het idee hoe die auto gaat reageren. Het is een stuk algemener. Maar nog steeds gewoon super direct. Je hebt meer feedback van het stuur in deze auto. Ja. En als we dan kijken naar de versnellingsbakken van de concurrenten, Audi RS en natuurlijk AMG, Mercedes. BMW heeft gewoon de snelste versnellingsbak. Het reageert gewoon allemaal zo snel. Het is bijna gewoon PDK waardig, des niet op hetzelfde niveau. En dit geluid wat uit deze uitlaat komen, dat is ook echt van een ander level. Jongens. En het fijne van deze stoelen, die zijn niet alleen onwijs comfortabel. Je ziet het hier, die grote vlakken tegen je schouders aan. Je zit er gewoon echt in. En je kan erin slapen op de bijrijdersstoel. Maar je kan er ook gewoon onwijs sportief mee rijden. Het is niet alleen comfortabel, het is ook gewoon precies wat je eigenlijk wil met sportief rijden. Niet te hard, maar wel gewoon met alle nodige support. Nou, en geloof mij, dat is precies wat deze stoelen doen. Wat een ongekend bizarre familieauto. Want ja, dat blijft het toch. Ik noemde het in het begin van de video. 1840 kilo. Ja, waar hebben we het over? En dat doet gewoon dus 0 naar 100 in 3,3 seconden, jongens. 2019. Waar zijn we aangekomen? Ja, en zoals altijd hebben we weer een mooi recht strak stukje asfalt waar we 0 naar 100 mooi kunnen proberen. We staan stil. Geen launch control, voet plat. Oké. Ik weet niet hoe. Ik weet niet hoe BMW dat doet, maar op een of andere manier dat koppel dat BMW in die M-modellen heeft. Het is gewoon niet te evenaren. Ik
zei het ook in de video van mijn 8-serie. Ik ga weer terug naar die video. En ja, ook hier 750 Nm aan koppel. Dat is bizar veel. Maar op de een of andere manier, hoe dat terecht komt op deze vier wielen, ik kan het gewoon niet plaatsen. 3,3 seconden naar de 100 in je familieauto. Oké, ik doe het nog één keer voor. Bijna stilstand, 6 km per uur. Het is echt schandalig. Ja, concurrent natuurlijk. De E63S, maar zeker niet te vergeten. En Audi RS6. Audi RS6 Performance, ook ruim boven de 600 pk. 700 Nm aan koppel. En dan natuurlijk wel een station. Maar jongens, ondanks dat, dat zeker de mensen die dit kanaal heel lang kijken, die weten dat dat echt een van mijn all-time favorites is. Een Audi RS6 Performance. Maar ja, als ik dit dan rijd, dan vrees ik gewoon dat dit echt gewoon next level is. We zijn zojuist gewoon level up gegaan. Dit is echt gewoon, ik denk, beter dan een Audi RS6. Dames en heren, jongens en meiden, dit was hem dan. Helaas, maar waar. De M5 Competition. Deze auto heeft echt op letterlijk ieder mogelijk aspect doen verbazen. 0 naar 100, van Antwerpen naar Amsterdam, van Amsterdam naar Knokken. Verzin het, deze auto is helemaal af. Niks meer aan doen, BMW. Niet te geloven. Ik hoop dat jullie het een hele vette video vonden. Ik wil jullie onwijs bedanken voor het kijken van deze video. Vergeet BMW daarna niet te volgen. Nogmaals, onwijs bedankt dat ik deze auto weer mocht filmen. En vergeet mij ook niet te volgen. Vergeet zeker niet te abonneren. Vergeet niet te liken. Zie ik jullie. Tjus. Wasseler.